Jean-Paul Boetius terug bij Feyenoord in de Champions League. En dan zo'n avond om je oren krijgen. Ja, dat zijn harde woorden, maar zo is het wel. Komt het, denk je, vanavond? Hoe dat komt? Ja, het heeft te maken met het klassenverschil, maar het heeft ook te maken met hoe we uiteindelijk de wedstrijd, hoe we de tegendoelpunten krijgen in het begin, zou ik maar zeggen. Want dat is het, je kan systemen bedenken, je kan tactieken bedenken, maar dat is eigenlijk tegen zo'n tegenstander als vanavond zinloos? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, we hebben uiteindelijk twee tactieken gehanteerd vandaag. De tweede tactiek, in de tweede tactiek hebben ze minder kansen gecreëerd. Kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat zij een stapje terugnemen. Want ze stonden natuurlijk al 3-0 voor en je ziet dat ze dan minder drang naar voren hebben, net zoals ze dat in de eerste helft wel hadden. Maar ik denk niet dat het aan de informatie heeft gelegen die we meegekregen. We hadden een strijdplan, alleen dat strijdplan dat hadden we net iets beter kunnen uitvoeren misschien. Ben je dan nu eigenlijk ook echt geschrokken van zo'n avond? Ja, toch best wel. Best wel. Je ziet nu echt de top van Engeland en de top van Nederland dat het toch best wel een verschilletje is. En dat we hard, hard moeten blijven werken, dat sowieso. Shakhtar Donetsk wint met 2-1 van Napoli. Jullie verliezen. Ik neem aan dat het worden van het pakken van de derde plaats de doelstelling zal worden. Dat is met die uitslag daar in Oekraïne ook nog eens vervelend. Nou ja, iedereen komt elkaar nog tegen. En we zullen zien wie er aan het eind van de rit op bepaalde plaatsen staan. Meer kan ik er niet over zeggen. Je bent er wel kapot van, zie ik. Want normaal staat er altijd een opgewekte en positieve Jean-Paul Boetius. Nu even niet. Ja, tot nu toe wel. Omdat we natuurlijk tot nu toe alles hebben gewonnen in de competitie. Maar vandaag verlies je en het was een zware avond. Dus het is nu even slikken. En weer op naar zondag. Meer kan ik verder niet van maken.